daarvan gehoorschade? Echt schade in het binnenoor is permanent. Ja, waarschijnlijk heeft het altijd nog wel zin. Uitzien. Ja. Maar je hebt wel gelijk, het zal beter. Ja, oh, je ziet ze bijna niet eens. Nee. Maar dan visuele communicatie. Of krijgen dat begin van de avond of zo. Hmm. En inderdaad, jij zegt, je gooit het dus gewoon weg. Maar eigenlijk zijn het gewoon twee losse sites. En vooral visueel, maar de site op zich, twee contentblokken. En hier zijn je menu's. Oh. Deze campagne wordt van voor tot achter begeleid met wetenschappelijk onderzoek. De muziek zo filtert dat je gewoon een gesprek wel nog kan horen. We moeten rekening mee houden. Ja. De schade blijft. Ja. Als je even om uitloopt, ja. 21, 22, kan jij meteen inlopen. Hoi. Het is een MTV. Joy ziet het toch? De persmappen liggen daar aan de hoek. Het is een soap, internet soap met meerwaarde. En sound is echt maar onderdeel van een soort crossmediale strategie. En het gaat over een DJ die verliefd wordt op een jongen waarvan ze de muziek wil, die echte muziek maakt. Die heet het wel.